Dit zijn voornamelijk kuiveentjes. Tot nu toe heeft Rijkswaterstaat 3000 dode vogels opgevist, waarvan 2000 op de randmeren. Vandaag zoekt Rijkswaterstaat verder naar de vondst van honderden dode vogels gisteravond bij Harderwijk. Die vogels die worden aan wal opgeslagen in dichte vaten. Als er een geringe hoeveelheid vaten staat, worden die opgehaald en die worden naar de verwerking gebracht. Buiten Gelderland werden vorige week dode wilde watervogels gevonden. Die waren besmet met de zeer dodelijke variant van de vogelgriep H5N8. Het is nog niet duidelijk of de dode vogels bij Harderwijk ook slachtoffer zijn van de vogelgriep. Defensie hielp vandaag mee met het zoeken met behulp van een drone.